droom was heel eventjes, maar die heb ik ook snel weer laten gaan. Ja, natuurlijk. Ik denk dat elke topsporter droom is om op de Olympische Spelen te staan. Natuurlijk is dat echt super tof en ga ik het helemaal volgen op televisie. Maar ja, je moet ook realistisch zijn en die doel zat er voor ons niet in. Ja. There's not so many players playing the sport, so I think we have to find a way to attract a lot more young kids to make the sport bigger. Mijn achterbuurman deed ijshockey en toen ben ik zelf een paar keer gaan kijken. En toen ben ik vanaf kleins waren eigenlijk gewoon verliefd geraakt op de sport. Mijn vader die heeft vroeger ook altijd voor het Nederlands team gespeeld en ja, ik had eigenlijk vrij weinig keuze. Ik mocht gaan voetballen, ik mocht verschillende sporten doen, maar elke keer kwam ik weer op die ijsbaan terug. Je hebt alles, alles zit in ijshockey. Pak die snelheid en ik denk dat het leukste van het ijshockey is. Alles komt aan bod. I think everybody that, you know, once comes to a game, I think they enjoy it a lot. Het is echt een sport waarmee je in aanraking moet komen. Kijk, iedereen komt in aanraking met voetbal, iedereen komt in aanraking als je buiten speelt bij dingen doet, maar niet iedereen komt in aanraking met ijshockey. En daardoor denk ik wel dat er ook veel minder animo is dan voor andere sporten. Als je ook kijkt aan hoeveel ijsbanen er zijn in Nederland en hoeveel verenigingen er zijn in het buitenland. En, ja, zelfs in Duitsland, in elke stad zit wel een ijsbaan. Toen was de droom om in 10 jaar in deze Olympische Spelen mee te doen. Dus ja, in het begin was die droom er denk ik wel. Maar ik denk dat iedereen snel zag dat dat hem helaas niet ging worden. How can we reach the Olympics in 4 years, 8 years? In 4 years, that's going to be tough. If you look at the top countries where they're at now and how many players they have, and so 4 years, that's a tough goal. I think in a long term, you know, you could approach with having a better junior programs within the club. Nu denk ik dat we wel weer naar de toekomst kunnen werken aan iets, omdat je nu met z'n allen in Tilburg zit. Misschien een paar goede jongens met Nederlandse paspoort ergens vandaan toveren. Tuurlijk, het is altijd mogelijk.